Hoi allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Het is weer een Primark shoplog en ik ga de introductie lekker kort houden, maar ben je hier nieuw? Vergeet niet om mij te abonneren als je vaker dit soort video's wil zien. En vergeet ook niet je duimpje omhoog te doen als je dit soort video's leuk vindt. Ik ga meteen lekker beginnen. Ik ben bij Primark Amsterdam en Primark Almere geweest. En het is allemaal heel recentelijk gekocht. Ik zocht eigenlijk niet echt wat. Ik was er laatst nog voor een pashokje shoplog. Die hebben jullie kunnen zien, daar heb ik veel truien gekocht. Ik heb nu weer wat truien en ook heel veel andere soort spulletjes, dus ik ga er lekker met jullie doorheen. Laat ik maar meteen even beginnen met deze, want deze heb ik jullie op Instagram al laten zien en veel van jullie waren heel erg enthousiast. Deze is namelijk best wel nieuw bij de Primark, maar er zat een sales sticker op. Hij was van 25 euro voor 10 euro en dat vond ik best wel een grote aanbieding, dus ik dacht nou dan zal het wel iets zijn wat er echt al heel lang ligt en eruit gaat, dus dan is het niet leuk voor video. Maar ik vroeg het aan die mevrouw en ze zei in Almere van nee, het is eigenlijk pas net binnen. Maar ik vond het zelf een beetje te duur, dus ik heb het afgeprijsd. En morgen en overmorgen en gedurende de week komen er nog allemaal nieuwe boxen binnen. Toen dacht ik nou, en jullie willen dat ook graag zien, zeiden jullie op Instagram. Dan ga ik deze zeker testen. Dus wil jij ook dat ik dit ga testen, dan ga ik hier heel binnenkort een video over maken. Probeer het zo snel mogelijk te doen. Ik zal deze video ook snel online zetten. Geef dan even je duimpje omhoog en laat het even weten in de reacties. En dit is hem dus. Het is een hele cube met echt, nou, ongelooflijk veel make-up kleuren. En ik ben er heel benieuwd naar. Ik vind het ook moeilijk om hem dicht te laten. Dus laat even weten of je dat graag wil zien. Ik film nu trouwens voor het eerst met mijn ringlamp. Mocht je van de week mijn ringlamp unboxing hebben gezien. Echt best wel een boring video. Maar sommigen vinden het interessant. Ik zie ook allemaal vlekken nu. Ik zie echt gewoon niks meer. Maar goed, volgens mij is het licht wel mooi. Het is helemaal donker buiten, bijna helemaal. Dus het is fijn dat ik kan filmen. Dan heb ik deze schoenen in de sale gekocht. Mocht je me op Instagram volgen, dan weet je misschien dat ik laatst hakken heb gekocht met vlinders erop. Waar echt super veel reacties op kwamen wat jullie mening daarover was. Super leuk om te lezen. En die waren 27 euro en nu 10. Echt mijn hart brak. Het lag er ook nog in mijn maat. Vind ik zo stom. Zo'n dikke sale. En ook vond ik deze schoenen. Ik weet niet wat deze eerst kostte. Ik heb hele grote voeten trouwens. Maar deze waren nu 10. Ik heb ze eigenlijk een beetje zonder heel erg na te denken gekocht. Ik dacht, dan kan ik ze aan met kerst. Maar ik deed zo aan één voet deze en dan de ander die vlinder. Om te kijken welke ik leuker vond. En ik vond die vlinder echt veel mooier bij mezelf staan. Ik weet niet waarom, maar als je grote voeten hebt, stond het een beetje lomp. Maar ik denk voor 10 euro dat ze wel een keer van pas gaan komen. En ze glitteren zo mooi, zien jullie dat? Dus ik ga nog heel even kijken. Ik kan ze eventueel ook terugbrengen. Ik heb ze echt net gekocht. Trouwens, ik kan alles heel makkelijk terugbrengen, want ik kom heel vaak bij Primark. Dat is voor mij geen enkel probleem. Dan heb ik een muts gekocht waar ik super blij mee ben. Ik kan hem nu alleen niet opdoen, want mijn haar, ik heb het serieus heel veel uur geleden gewassen. Het was nog steeds niet droog, dus ik moest een knot in voor deze video. Ik kan hem nu dus ook even niet opdoen, maar deze staat me zo leuk. Ik zocht echt zo'n lekkere, leuke muts die goed staat. En deze staat dus echt top. Hij is 5 euro. Hij is een soort van lila met allemaal kleurtjes erdoorheen. Hij is lekker dik. En het is echt mijn favorite muts. Mocht je hem zien, kan ik hem je echt, wow, wel heel veel stof, maar echt aanraden. Ik vind hem echt super goed staan en lekker. Ja, hij is heel groot, maar mijn hele hoofd zit er perfect in en zo. En echt top. Dan heb ik voor 10 euro dit hele mooie tasje gekocht. En ik wil je vast één tip geven als je ook tasjes koopt of zo. Kijk even naar hoe lang het hengsel is. Want dit zat helemaal in plakband. En daardoor heb ik vond hem zo geweldig voor 10 euro. Dat ik helemaal niet heb gekeken hoe lang dit is. En hij valt zeg maar echt. Nou, tot hier ongeveer bij mij. Dus hij is best wel kort. Maar still love him echt. Voor 10 euro vind ik hem geweldig. Ook helemaal met de trends van nu en zo. Zwedden. Nep zwedden. En hier nep leer. En dan. Ja, super leuk. Echt zo'n heel stevig tasje. Dus ook top voor mij om een camera bijvoorbeeld in te doen. Oh ja, dan kocht ik dus laatst. Ik zocht een muts. Dat was voor ik die paars had gevonden. Toen zag ik van, dit is echt mijn lievelingsstofje van truien op het moment. Zag ik deze in het roze voor 3 euro. Dus die had ik gekocht. En toen was ik er een paar dagen later. En toen waren ze er allemaal voor 1 euro. Dus toen heb ik ook nog eventjes de grijze variant gekocht. Deze groen. Ik zie niks. Groenige variant. Wel echt een heel mooi kleurtje. En nog rood en roze zie je straks. Ja, dit is dus de rode variant van die muts. En daarbij had ik dan ook handschoenen gekocht. En die handschoenen kosten 1,50. Ik heb deze volgens mij al in het grijs en het zwart. En ze zijn zo lekker zacht. En ja, ik vind die goedkope handschoenen echt prima en helemaal top. Wat pakken we er nog meer uit? Het is super leuk dat ik gewoon niet zie wat ik pak. Oké. Oh, ik heb zeg maar echt zo'n favorite zwarte broek. Die ik dan heel graag draag met van die soort van hele korte haklaarsjes. Weet je wel, gewoon die standaard zwarte schoenen die echt bijna iedereen heeft. Maar dat was altijd een stukje bloot en ik vond het zo koud.
Toen dacht ik ineens, ja, maar, want ik heb een hekel aan lange sokken. Koop gewoon even wat langere sokjes. Dus ik kocht 5 paar sokken voor 3 euro, deze. En dat is nu al mijn tweede set. En dat is gewoon ideaal, want het valt niet op dat je net dat stukje dat een sok is, zeg maar. Dus je hebt laars, sok, broek. En het scheelt zo met warmte. Ik moet wel zeggen, als ik ze 1 keer was, vind ik ze wel al iets minder strak zitten. Dus ik ben normaal, als mensen zeggen primer kwaliteit valt tegen, denk ik altijd, oh nou, bij mij niet. Ze zijn nog prima, dat wel, maar meestal is het zo dat na de eerste keer was het dan wat minder wordt en dat het daarna gelijk blijft. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Dan heb ik al heel lang geleden een heel leuk unicorn zeepje gekocht die ik niet gebruik, want dat vind ik zonde. Maar nu lagen al die zeepjes, ook de unicorn, heel erg afgeprijsd. Deze was eerst 2 euro en nu 50 cent. En het leek me gewoon super leuk of zo om in een bakje zo'n, dit is zo'n schelpzeepje te doen. En dan heb ik de unicorn en ik heb er straks nog eentje. Ik weet even niet meer wat. Dan de oorbelletjes die ik nu hier in mijn eerste gaatje heb. Super leuk voor 2 euro. Een setje met allemaal van deze. En dit zijn een soort van holographic steentjes. Dus ze zien er super chic uit. Het zijn 3 maten en van elke maat heb je er dan 3. Ik ben iemand die het liefst zo goedkoop mogelijk oorbellen heeft. Ik vind dit er uit de verte net zo mooi uitzien als van de juwelier. Alleen ik raak het zo snel kwijt. Dat... Ik heb bijvoorbeeld het kettingje van Ruup en daar ben ik heel voorzichtig mee. Maar ik raak alles zo snel kwijt. Dus dit is ideaal voor mij. Dan heb ik ook, alles gaat door elkaar hoor. Deze Get Lippy set. Nou, ik heb al in een Taste & Try een keer 2 sets getest. Ik heb een speciale video erover gemaakt toen ze er net waren. Maar dit vond ik een hele mooie kleur. Want dit is een lipgloss in een soort van bordeaux paarsrooie kleur. Wil je dit trouwens getest zien? Dan ga ik het denk ik even op mijn Instagram testen, deze set. Ja, wil je dat zien? Laat het even weten. En dan zal ik heel snel na deze video, als jullie het willen, dit even op mijn Instagram laten zien. Dan heb ik deze supermooie badmat. Ik kijk echt al heel lang naar badmatten. En ik zie ze altijd bij Primark en dan denk ik van ja, weet je. En dan denk ik, eigenlijk is het helemaal niet zo duur. Het is 11 euro. Maar dan denk ik, ja, 11 euro voor een badmat. Maar ik mis het echt. Het is gewoon zo, als wij een badmat hebben... Dan heb je de douche en daarvoor ligt dit. Want onze wastafel en douche zitten best wel dicht op elkaar. Dus wil je bij de wastafel hier staan, dan na het douchen wordt dit helemaal nat. En dat wordt zo smerig en het gaat zo stinken. Dus heeft iemand daar toevallig een tip voor? Ik vind hem wel echt super leuk. Hij is 50 keer 80 centimeter. Ik kan echt niet wachten om hem neer te leggen. Hij is heel lekker dik en wollig. En ik vind hem heel mooi op onze ja, grijzig zwartige vloer. Alleen misschien moet je hier dan zo'n siliconig plastic onderleggen of zo tegen het water. Dat weet ik niet, maar nu staan we steeds op een handdoek. Dat is echt niet ideaal. We hadden dit soort dingen, maar die zijn allemaal weggegooid. Want die gingen allemaal gewoon, werden zo nat. Dus misschien wordt dit ook geen succes hoor, maar ik vond hem te leuk. Oh, ik heb een BH'tje gekocht, want dit was 4 euro. Volgens mij was deze afgeprijsd naar 2 euro. Het is, volgens mij is het een beetje groenig. Een velvet BH'tje, ik heb hem nog helemaal niet gepast. Maar hij zag eruit alsof hij gewoon heel prima chill zit voor onder een t-shirtje. En ja... Ik vond hem wel mooi. Hij kostte normaal ook maar 4,50. Voor dat everyday feeling t-shirt bra. Dan heb ik ook nog dit hele leuke haarbandje. Ik had hem ook met goud en pareltjes, maar ik heb maar voor deze gegaan. Superleuk. En deze kost 3 euro. Ja, 3 euro. Het is alleen wel leuk voor als je gaat opmaken of zo. Oké, ik ga even wat kleding pakken, want dat vergeet ik helemaal. De eerste trui die ik heb gekocht is... je hebt in mijn pashokje shoplog die trui gezien van het stofje van die mutsen en die handschoenen. En love die echt. En ik ben zo blij dat ik die paarse toen heb genomen. Dus ik zocht die weer. En toen zag ik deze. En ik dacht dat het hetzelfde was. Maar toen kwam ik thuis en zag ik dat die net wat anders is. Dit is wat fijner of zo. Hier komen natuurlijk aanbeelden van hoor. Maar dit is iets minder oversized. En iets fijner. Maar ook van dit lekkere stofje. Zo'n gele trui. Je zult het gewoon wat beter zien bij het aanbeeld. Deze was 16 euro. Die kleur is natuurlijk helemaal hot nu. Dan heb ik een kleedje gekocht. Dat liet ik ook al op Instagram zien. Het is van de babyafdeling, maar ik ben zo gek op babyspullen, want het zijn altijd zulke mooie dingen. En ik zocht eigenlijk een groot kleed om op ons bed te leggen, dat de katten gewoon op het hele bed kunnen. Maar eigenlijk is het uiteindelijk toch helemaal niet handig, zo groot. En dan haal je het eraf en dan komen alsnog al die haren eraf. Dat was dus 10 euro, had ik dat al gezegd. En aan de andere kant is het zo, maar het is zo mooi gemaakt en echt wauwie. Ik vind, ja, Ruben vindt hem dus helemaal niet mooi, maar ik vind hem echt prachtig. Dan heb ik nog een kledingstuk en dat is deze trui. Hiervan maakte ik ook een filmpje op Instagram. En toen kreeg ik van iemand te horen, ah, hij is heel pluizig, je moet hem niet nemen. Maar in het pashoekje leek het wel mee te vallen, dus ik wilde hem toch nemen. Het is een off-shoulder. Het is weer een heel zacht stofje, net wat anders. Maar ook de kinderen in mijn klas vinden het zo leuk dat ik altijd zo zacht ben en zo. Hij valt zeg maar zo. Ja, jullie zien zo het aanbeeld. En hij is ook 16 euro. Oh, dit heb ik trouwens al veel langer geleden gekocht.
Deze was volgens mij 3 of 5, maar ik had er een beetje spijt van. Ik vond hem dus heel leuk. Kijk, het ziet er echt niet uit eigenlijk als je 24 ben ik? 24, ja. Als je 24 bent, ziet het er gewoon niet echt uit. Maar ik vind hem toch wel lekker. Dus ik moet hem maar eens gaan dragen. Ik weet niet, op het schoolplein zo erbij lopen, denk ik. Ja. Huh? Huh? Ik snap er even heen. Dit. Huh? Dit zijn dezelfde truien. Maar dit zijn niet dezelfde truien. Ja hoor, dit is exact hetzelfde. Letterlijk exact hetzelfde. Alleen deze is zonder... Deze kocht ik ietsjes eerder in Amsterdam. En die grijze met die off-shoulder in Almere. Oh, dan ga ik zo heel even kijken. Misschien is de tweede dan een beetje too much. Deze heeft gewoon een normale kool. Nou, dit is de andere vrouw. Die was ook 16 euro. Oh, deze was dus een beetje statisch. Dus daar ben ik nog een beetje naar aan het kijken. Want statisch, dat is echt voor je haar en zo. En ik merk ook, als ik dan bij het digibord sta, dan geef ik allemaal schokken en krijg ik schokken. Ik ga even kijken wat het verschil tussen die twee is, maar jullie zien dat. Dan heb ik nog een trui. En als het goed is, is dit dezelfde als die gele. Deze is ook echt, alles is 16 euro. En dat is in een soort van, zien jullie dat het blauw is? Hele mooie, ja, daar is een naam voor geloof ik, voor deze kleur blauw. Ik ben gewoon zo blij met die trui. Ik draag op mijn werk elke dag een broek met sneakers of wat dan ook en een trui erop. Ja, ik vind het heerlijk. Ik voel me dan gewoon helemaal mezelf. Lekker een beetje losjes. Mensen zeggen, ja, je hebt geen... Door die verspeld zit mijn kraag niet goed. Je hebt geen goed figuur erin. Ik voel me daar fijn in. En ik voel me helemaal mezelf. En ik vind het ook leuk. Lekker gewoon elke keer weer een andere leuke trui. Dus dat is deze. En dan echt mijn meest favoriete kleding aankoop. En het kan ook zo zijn dat ik over een tijdje denk... ik vind het echt niet mooi. Maar nu vind ik hem dus echt geweldig. Ik zag deze ook al op Instagram voorbij komen op de dag dat ik hem voor het eerst aan had. Dit is weer dat zachte stofje. Maar het is zo leuk. Als ik hem nu aan had, zou je denken dat ik een roze trui aan heb. Maar daaronder is hij dus nog wit. En daaronder ook een hele mooie, bijzondere kleur blauw. En ook lekker oversized. En ik vind hem zo leuk staan. En ik ben er helemaal blij mee. Hier moet ik ook echt een Instagram foto mee gaan maken eigenlijk. Nou, dit is het roze mutsje waar ik het over had. Een heel lieflijk zacht kleurtje. Dan heb ik nog een Get Lippy setje. En ik weet niet of deze mooi is, want er was geen tester van. Maar dit is een High Shine Lip Gloss. Ik hou wel echt van gloss. En ik vond het echt een beetje weer zo'n typisch Kylie Jenner kleurtje. Maar dan in een gloss variant. Dus als je die ook wil zien, moet je het dus even laten weten. Dan had ik deze maskertjes al eens gezien. En ik hoorde dat ze niet zo goed waren. En ik heb ook zoveel sheet masks. Maar voor 1 euro in de aanbieding vond ik het wel heel erg leuk om deze een keer te testen. Die zal je ook vast wel nog even ergens voorbij zien komen. Even niet. Niet doen. Bobby, ik ben aan het filmen. Niet doen. Nee, straks mag je erin, oké? Okay? Oh, dan iets wat ik echt heel mooi vond. Het was 5 euro. Dan denk ik bij Primark, oh duur. Dan denk ik daarna, nee, helemaal niet duur. Dat is dus dit. En je ziet dat... Bij meerdere winkels tegenwoordig. Het zijn van die liquid drops. Die laat ik wel even nu aan jullie zien. Het enige vervelende is dat de verpakking echt drama is. Je moet zeg maar zo druppelen, maar alles... Er komt geen druppel uit, dus misschien heb ik net niet de goede. Maar alles zit op de zijkant vast, dus dat gebruik ik dan maar. En ik mengde dit laatst bij mijn kerstje even voor school met mijn foundation. En dat is echt heel mooi, kijk. Super mooi. En als je het dus heel goed mengt, is het helemaal niet too much. Kijk. Ik hou helemaal namelijk niet van grove glitters. Het is echt prachtig. En je hebt hem ook in het wit en 2 lichtere tintjes, geloof ik. Super mooi. Dan een masker waar ik echt enorm benieuwd naar ben. Dus dat is misschien wel leuk voor een video. Maar aan de andere kant, ze gaan denk ik uit het assortiment. Nou, ik zag ze nog wel, maar niet precies deze. Dit is namelijk een maskertje in zo'n 1-persoons verpakking. Is dit de gouden of de roze-gouden? Ik zie het niet door het licht. Maar een peel-off mask. En ik dacht, wauw, wat dan? Zit gewoon precies zoals die Glam Glow maskers is. Dat je echt helemaal goud wordt ervan. Dus hier ben ik echt heel benieuwd naar. En het is natuurlijk alleen een shoplog. Dus ik ga al die dingen nu niet testen. Dus wat je wil zien, moet je echt laten weten. Hetzelfde met platinum. Ook heel benieuwd naar. Nou, daar heb ik dus een Glam Glow masker van. Dus het zou zo vet zijn als dit ook zo eruit ziet. Dan heb ik nog dezelfde oorbelletjes. Maar dan niet in een holographic effect. Maar gewoon... Is dit zichtbaar? Maar gewoon zilver. Even wennen hoor, met die andere film dinges. Oh ja, dit is het unicorn zeepje. Die had ik ook even voor jullie erbij gepakt, want die heb ik dus nog niet gebruikt. Dan heb ik hier een detox clay mask. Deze was normaal ook maar 4 en nu zelfs maar 1 euro. Het is echt heel veel testspulletjes. Dus zoals ik al zei, laat even weten als je er wat van wil weten. Een masker voor 1 euro, een hele tube. Nou, dat is toch wel echt heel goedkoop. En dan deze hele mooie diamond lip gloss. Hij is super mooi. Die laat ik wel even zien. Het
Dit is een lip topper. Maar hij heeft allemaal hele mooie holo-achtige kleurtjes erin. Oh, en hij blijft heel lang zitten, want ik had het bij het kerstdiner op school op. En het zat echt aan het einde nog steeds. Dus heel top. Hij doet me een beetje denken aan die Victoria's Secret blosjes. Die zijn ook wat dikker. Lekker, ja. Het is echt wel dik. Dan zijn we er bijna doorheen. Oh ja, dit is die andere was dus de gouden. Dit is de roze gouden variant. Ik had er maar gewoon 3 gekocht. Want ik dacht, als dit is wat ik denk dat het is, wil ik ze echt alle 3. Nog het zeepje waar ik het over had. Oh ja, dit was een diamant. Bobby. Nee. Nee. Deze was dan 1 euro. Dan deze crème. En ik testte hem laatst al in de winkel. Toen dacht ik, oh, die is echt fijn. Maar ik dacht, ja, ik heb genoeg fijne crèmes. Dus dan hoef ik dit eigenlijk niet. Maar toen lag je er voor 3 euro. En dit is een Skin Perfecting Oil Free Moisturizer. Met Glycolic Acid en Grapefruit. En het ziet er best wel chic uit van de PS Pro lijn. En hij is heel fijn. Ja, dat is echt weer heel erg slim. Ja, oh Charlotte. Nou, ik ben toch bijna klaar. Nou, heel erg dun. Zelfs in je trui trekt hij lekker in. In ieder geval, het is een hele fijne dunne moisturizer die echt wel voedt en heel snel intrekt. Dus ik vind hem heel fijn voor het aanbrengen van mijn make-up 's ochtends. En als laatste heb ik dit setje met oorbellen nog. Deze. Ik vind die setjes oorbellen altijd zo leuk. Al zitten er maar 2 paar tussen die ik leuk vind voor 2,50. Ideaal. Ik vind het echt top. Heel erg bedankt voor het kijken. Doe dus zeker je duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En mocht je nog leuke ideetjes hebben wat ik allemaal kan gaan doen deze vakantie, laat het even hieronder weten. Want ik heb vakantie en ik ben een beetje inspiratieloos. Dus weet je iets leuks, let me know. Vergeet dus niet te abonneren als je meer van mij wil zien. En tot volgend weekend, aankomend weekend om 9 uur. Doei!